Voorzitter, de Graaf haalt de hele Turks-Nederlandse gemeenschap. 500.000 mensen. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat de heer De Graaf op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu hier, feiten. Ik heb hier. Bewezen hier heb feiten. Je, bewezen nu. Feiten, hier. Heb je ik niet. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En voorzitter, dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in dank de hoek. Dank u. Meneer, persoonlijke feit. Voorzitter, ik word hier min of meer bedreigend toegesproken. Dit vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar, voorzitter. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Nijkerk en de Haan namens de VVD. Dit is het niveau, dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen.